Voor de tweede keer houden we een pannenveldloop met hindernissen. Het is een fantastisch evenement. En dit jaar hebben we wederom meer dan 150 kinderen meegedaan. De opbrengsten weten we op dit moment nog niet. We zijn nog druk aan het rekenen. Nou, vorig jaar was de opbrengst 3500 euro. Nou, we zijn minimaal 10.000 euro nodig om een pannenveld met kunstgras te realiseren. Dus ook met boarding eromheen. Nou, als je vanavond kijkt hoeveel plezier de kinderen hadden, dat was echt fantastisch om te zien. Ze konden niet wachten tot ze konden beginnen. Ja, en dat is waarvoor je doet, het sportplezier. Ja, en een leuke bekomstigheid is dat ze langs de deuren gaan, sponsorgeld ophalen en het verhaal ook vertellen. Ja, waarom doen we het nou voor iets maatschappelijks, een maatschappelijk project? Ja, en uiteindelijk kunnen de kinderen op de woensdagmiddag of de zaterdagmiddag of zeg maar, kunnen ze heel makkelijk een partijtje doen en lekker buiten spelen. Pannenveld komt hier op het sportpark. Exacte locatie is nog niet bekend. Daar zijn we aan het kijken waar die terecht moet komen. Maar goed, we hebben nog even te gaan om het geld bij elkaar te sprokkelen. Ik denk nog wel dat er volgend jaar ook nog een editie nodig is. En hopelijk kunnen we van de instanties ook nog wat geld krijgen. Dat zou heel leuk zijn. Die het, dit project ook kunnen waarderen. Dat jullie het samen dragen. Ja, juist dat we samen dragen. Met elkaar in Dedenstraat hier dit mogelijk maken, dit mooie project. Ja, dat is waarvoor je doet voor de kinderen. Het sportplezier vergroten. En uiteindelijk draai je er daardoor wel om. En nou ja, het is leuk als de kinderen, zoals vanavond ook, op de hindernisbaan lekker veel plezier beleven. Ja, jullie hebben leuke hindernissen staan. Ja, dat klopt. We hebben onder andere een attractie gehuurd van Augie. Een grote hindernisbaan, 28 meter lang. Echt survivalen. En je zag gewoon dat de kinderen hartstikke leuk vonden. Of ook door autobanden heen, onder netten door. Ja, dat zijn gewoon hele leuke hindernissen. De afloop was er ook even wat drinken voor de kinderen. Een popcorn van de Regiebank. De Regiebank is hoofdsponsor van JFC Dedenstraat. En zij steunen deze actie overigens ook. Zij, op het moment dat jij nu daar een rekening opent als jeugdlid, dan krijgt de JFC Dedenstraat ook nog een bedrag op de rekening gestort. Ja, Roland, want ik hoor het wel. Dat pannenveldje gaat er komen. Ja, dat gaat er sowieso komen. Absoluut.